Welkom. In dit filmpje ga ik uitleggen hoe je de golflengte kan berekenen. Hiervoor heb je wel wat voorkennis nodig. Je moet namelijk weten hoe je frequentie moet berekenen. Dat was deze formule. F, frequentie is 1 gedeeld door de hoofdletter t, de trillingstijd. Je moet ook weten hoe je de trillingstijd moet berekenen. Oftewel, trillingstijd is 1 gedeeld door f, de frequentie. Je moet verstand hebben van snelheidsberekenen. Dus v, snelheid is afstand s gedeeld door de tijd. En je moet kunnen rekenen met grote en kleine getallen, dus bijvoorbeeld 10 tot de macht 8 of 10 tot de macht min 4. Als je hier iets van niet kent, dan is het lastig om dit filmpje te volgen, omdat ik er nu van uitga dat je dit allemaal bekend is. Als je dit niet kent, kijk dan even een ander filmpje, want ik heb deze allemaal al een keer uitgelegd. Oké, de golflengte berekenen. Stel, we hebben een geluidsgolf, waarvan we hier een mooie diagram hebben. En dat geluid gaat door lucht en dan staat hieronder dat het 0,5 ms per div is. Ofwel 0,5 milliseconden per vakje. Golf was een hele beweging naar boven en naar beneden en weer terug. En aangezien dat van hier begint, naar boven, naar beneden, weer terug daarheen gaat, kunnen we zien dat het twee vakjes zijn. Dus de trillingstijd zijn twee vakjes. Ieder vakje is 0,5 milliseconden, dus in totaal is de trillingstijd, hoofdletter t, hier 1 milliseconde. We gaan trouwens aan deze golf kijken of we de golflengte kunnen berekenen. Dus we weten dat die één golf, dat die 1 milliseconde daarover doet. Nou moeten we voor snelheid niet naar milliseconden, maar naar seconden. En 1 milliseconde staat gelijk aan 0,001 seconden. Dat is een duizendste. Milli staat voor een duizendste. Dus we weten dat de tijd van één golf 0,001 seconde is. Nou, daarnaast weten we van geluid door lucht nog iets. We weten namelijk de snelheid daarvan. De snelheid van geluid door lucht is 343 meter per seconde. Als je binas mag gebruiken, staat daarin, maar vaak staat het ook op de toets aangegeven. Dat is niet iets wat je uit je hoofd moet weten, maar die snelheid die weten we nu dus wel. Dus we hebben een snelheid en we hebben een tijd. Dus we kunnen de lengte van deze golf gaan berekenen met de formule v is s gedeeld door t. Ik heb hem hier even in een driehoekvorm gezet. We hebben de v, we hebben de snelheid. De tijd hebben we ook. Ja, staat hier hoofdletter t, want dat is het symbool voor de trillingstijd. Maar die kunnen we ook gebruiken voor de kleine t die hier staat. Dit is in dit geval hetzelfde. En de s, die afstand, oftewel de golflengte, die kunnen we nu berekenen. En die kunnen we berekenen, de lengte van de golf kunnen we dus berekenen door t maal v te doen. Kijk, t maal v. Ja, ik heb het hier omgedraaid, maar dat maakt op zich niet uit. Is s. Nou, de t, de hoofdletter t, de trillingstijd, is 0,001. Maal de snelheid, oftewel 343 meter per seconde. Dus maal 343. En dan komt uit 0,343. En dan niet vergeten de eenheid erachter te zetten. En dat is in dit geval meter. Dus als we aan het praten zijn. En we hebben een trilling. Een trilltijd heeft van 0,001 seconde. En als je dit even omrekent naar frequentie. De frequentie was 1 gedeeld door dit. Dus 1 gedeeld door 0,001 is 1000 hertz. Stel je voor je hebt een toon van 1000 hertz. Die door de lucht heen gaat. Dan is de lengte van die golf is dus 0,34 meter. Dus dat is 34 centimeter. Dat is nog best lang. Dus golflengtes van geluid die zijn best lang. Die zijn in dit geval 34 centimeter. Nou, je kan ze alleen niet zien omdat het moleculen zijn die dus bewegen. En die zien we niet, luchtmoleculen. Gelukkig maar, want dan zou je heel veel zien. Maar de lengte die dus daarin zit, is dus 34 centimeter. Dus best lang voor een golf. Nou kan die wel veranderen, die golflengte. Bijvoorbeeld als we van dat geluid wat we net in de lucht hadden, als dat bij staal komt. Als het goed is, kunnen jullie nog herinneren dat de snelheid van geluid door lucht en door andere stoffen steeds met een andere snelheid gaat. Door lucht was die 343 meter per seconde en bij staal was die anders. En dan gaat er dus iets gebeuren met die golflengte. Die trillingstijd is 0,001 seconde en die blijft hetzelfde. En dat is af en toe wel even lastig om te begrijpen. Maar stel je voor dat je aan het praten bent, dan komt er uit mijn... stel je voor ik praat met een frequentie van 1000, oftewel per seconde komen er 1000 trillingen uit mijn mond. En die trillingen duren dus allemaal 0,001 seconde. Die trillingen die gaan door de lucht heen en die komen bij een stalen balk. En daar botsen ze tegen die balk aan. Nou, daardoor gaat die balk ook trillen en die balk begint dus ook per 0,001 seconde te trillen. Dus die tijd dat die balk gaat trillen blijft hetzelfde, dus de frequentie blijft hetzelfde. Maar die geluidsgolven gaan sneller door die balk heen. Dus als ze om dezelfde tijd komen, maar ze gaan sneller, dan worden ze dus uitgerekt. Dus de afstand, de golflengte, zal langer worden. En ik ga dat even duidelijk maken met een rekenvoorbeeld. We gaan nu door staal heen en geluid gaat door staal met een snelheid van 5100 meter per seconde, 5100 meter per seconde. Dat is dus een stuk sneller.
Dus zodra die langzame, relatief langzame geluidsgolf van lucht daar tegenaan botst, dan gaat hij in één keer heel snel door dat metaal heen, door dat staal heen, en daardoor wordt hij dus uitgerekt. En we kunnen dezelfde formule gebruiken, namelijk de lengte van deze golf is nu dus T maal V is S, hetzelfde als wat hier stond. De trillingstijd is hetzelfde gebleven, die blijft hetzelfde, de frequentie blijft hetzelfde, dus de trillingstijd blijft hetzelfde. De snelheid is veranderd, die is nu 5100 geworden, oftewel 0,001 maal 5100, 5100 meters per seconde. En dan komt uit 5,1 en dan niet vergeten de eenheid achter te zetten, meter. Dus door, als dat geluid bij staal komt, dan gaat het dus met 5, dan wordt de golflengte 5,1 meter lang. Dus die golf wordt heel erg uitgerekt. Nou, als dat aan het einde van de balk weer naar lucht toe gaat, dan gaat de snelheid heel erg naar beneden. Dus dan wordt de geluidsgolf als het ware weer ingedeukt. En dan zit je weer op die 0,343 meter die we hier hadden. Daarbij is het belangrijk dat de frequentie hetzelfde blijft, maar de golflengte, de lengte van de golf, die wordt dus uitgerekt en ingekrimpt. En dat heeft te maken met die snelheid. Dat ging over geluid zo. Dan gaat het met golflengte ook vaak over straling en over licht. En daarvoor gaan we even naar een gedeelte van licht toe. Daarvoor is de lichtsnelheid belangrijk. Zo net was de geluidsnelheid belangrijk, nu is de lichtsnelheid belangrijk. De lichtsnelheid wordt vaak met een kleine letter C aangegeven. En die is constant, die is altijd hetzelfde. Niet zoals met geluid, waarbij je dus uitmaakt welke stof je hebt. Maar bij licht is het dus altijd constant. En dat is dit getal. 299.792.458 meter per seconde. Inderdaad, meter per seconde. Dus dit gaat heel snel. In 1 seconde legt hij dus ongeveer 300 miljoen meter af. Nou, we mogen dit gelukkig afronden. Dit mogen we afronden naar 300 miljoen meter per seconde. Nou is het irritant om al die nulletjes in de rekenmachine te toetsen. Dus je kan het ook op deze manier toetsen. 3 maal 10 tot de 8ste. 10 tot de 8ste betekent dat het 3 is met 8 nullen. Vandaar die 8. Ik heb een ander filmpje uitgelegd hoe je dit goed kan invullen in je rekenmachine. Maar we kunnen dus de C afronden naar 3 maal 10 tot de 8ste meter per seconde. Dan gaan we even kijken. Dit was het vorige voorbeeld. De lengte van een golf met geluid was snelheid van geluid keer de trillingstijd, dus hoe lang één golf duurt, is S, oftewel de afstand. Dat was het vorige voorbeeld. Als we die nu even omzetten naar lichtformule, dan kunnen we nu deze formule gebruiken. C, dat is de V die hier staat, want die snelheid van geluid die hier steeds verschillend is hier constant. En dat was die C, maal de hoofdletter D en dat was de trillingstijd. Dat is de afstand. Nou wordt met geluid niet de S gebruikt als symbool, maar de lambda, de L. Dat staat voor golflengte. Komt zo meteen hier nog wel bijgeschreven. Dan hebben we deze formule, maar die gaan we nog niet gebruiken, want die moeten we nog even ombouwen. Nou, van die T weten we dat we die ook anders kunnen schrijven. Want T is 1 gedeeld door de frequentie, dus 1 gedeeld door F. Dus we kunnen in plaats van deze T, kunnen we ook zeggen, hey, dat is 1 gedeeld door F. Dan krijgen we dus C keer 1 gedeeld door F. In plaats van C keer T is het nu C keer 1 gedeeld door F. Nou, dit kunnen we makkelijker schrijven, want C keer 1 gedeeld door F is hetzelfde als C gedeeld door F. Want deze C keer 1 komt gewoon hierboven te staan. Dus die C gedeeld door F staat gelijk aan die lambda. Die staat hier ook, ik heb hem even aan de andere kant gezet. En dit is de formule om golflengte te berekenen als we gaan rekenen met licht. Dus deze formule is belangrijk. Lambda is C gedeeld door F. Je kan ook, lambda is C keer de trillingstijd. Aangezien de trillingstijd en die frequentie met elkaar verbonden zijn. En er zit nog een 1 gedeeld door factor tussen. Nou, wat betekenen al deze letters? Die lambda, daar had ik net ook al gezegd, dat is de golflengte en die wordt in meters gemeten, oftewel m. Dan hebben we de c, dat is de lichtsnelheid, altijd hetzelfde, namelijk 3 maal 10 tot de 8e meter per seconde. Waarom? Dit mag je gelukkig afronden. F, de frequentie, en dat is in hertz, hz. En de hoofdletter t is de trillingstijd en dat is in seconde, de s. Dit is de standaardformule, maar ik heb nu even uitgelegd waar die vandaan komt en ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Dan gaan we hem nu even mee oefenen. Stel, we hebben rood licht. Rood licht heeft een frequentie van 4,4 maal 10 tot de 14e hertz. Dus dat is een heel hoge frequentie. En de vraag is, bereken de golflengte. Nou, kijk even of je dat lukt. Ik ga het nu in ieder geval even laten zien hoe ik het zou doen. Eerst hebben we de gegevens nodig. F, de frequentie die hebben we, 4,4 maal 10 tot de 14e hertz. Om even te laten zien hoe dat eruit ziet, dat ziet er zo uit. Dat is 4,4 en dan met 13e de nullen achter, omdat die 1 4 hier al de plek van een 0 inneemt. Dit is niet handig om in je rekenmachine in te toetsen. Het kan wel, maar ik zou het op deze manier doen. Maar ik laat even gewoon voor zekerheid zien hoe dat getal eruit ziet.
C, die staat hier niet gegeven, maar dat is wel een gegeven wat we moeten onthouden. Oftewel 3 keer 10 tot de 8e meter per seconde. Dat is namelijk de lichtsnelheid. En de formule die kunnen we gebruiken. Lambda is namelijk C gedeeld door F, hebben we net geleerd. Dus de golflengte die we gaan berekenen is de lichtsnelheid gedeeld door de frequentie. Die kunnen we invullen. Voor de frequentie, of voor de lichtsnelheid 3 keer 10 tot de 8e, voor de frequentie 4,4 maal 10 tot de 14e. Als je het in je rekenmachine invult, let dan even op haakjes. Dat je hier en hier haakjes zet, want dan kan het namelijk wel eens fout gaan. Als je het namelijk invult zonder haakjes, dan doe je eerst 3 maal 10 tot de 8e, dat gaat goed. Dan deel je dat door 4,4, dat gaat ook nog goed, maar dan doe je dat keer 10 tot de 14e, terwijl het ook gedeeld door 10 tot de 14e moet worden. Dus let op haakjes in dit geval, want je ziet dat het vaak fout gaat. Nou, dat kun je invullen en dan komt als het goed is uit 6,82 maal 10 tot de 7e, of min 7e, sorry. En dat is in dit geval meter, want het gaat om de golflengte. Nou, is dit een heel klein getal? Dit kun je zo laten, maar het kan ook zijn dat je het antwoord moet geven in bijvoorbeeld nanometers. En dan is dit lijstje even handig. Deze symbolen kennen jullie misschien al, in ieder geval milli, die ken je wel. De M staat voor milli en dat is in duizendst, oftewel 0,001, oftewel 10 tot de min 3. Als we een stapje lager gaan, dan gaan er 3 nullen vanaf en dan komen we bij micro terecht. Dat is de mu, dat is de kleine letter mu, Griekse letter. Micro is 10 tot de min 6e. Nou, als we dan nog een stapje lager gaan, dan komen we bij nano terecht. Dat is een kleine letter N, staat voor nano en dat is 10 tot de min 9e. Stel je voor dat we dit dus naar nanometer doen, dan komt hier een N'tje bij, dat is het NM, nanometer. En dan wordt dit getal, wat hier staat, niet nog kleiner, want nano geeft eigenlijk al aan dat het kleiner is. Dus die moet dan groter worden, dus we moeten doen keer 10 tot de 9e. En dan komt uit 682 nanometer. Dus rood licht met deze frequentie heeft een golflengte van 682 nanometer. Stel je voor dat ik deze golflengte nou ga veranderen, die C niet, die blijft hetzelfde bij licht, maar ik ga die golflengte veranderen, dan verandert de kleur van het licht. En op die manier zien we dus verschillende kleuren licht. Het heeft te maken dus met de golflengte en ook met de frequentie, maar niet met de snelheid. Die blijft hetzelfde. Dat was over licht. Nou kun je ook met golflengtes gaan praten als we het over straling hebben. Bijvoorbeeld röntgenstraling heeft een golflengte van 9,0 nanometer. En nu is de bedoeling om de frequentie te berekenen. Nou is dat het met straling, met röntgen en met gammastraling, die gaan net zo snel als dat het licht gaat. Dus we kunnen daarvoor de lichtconstante gebruiken. Nou, eerst even de lambda, die is gegeven, die is 9,0 nanometer. In de formule is nanometer niet belangrijk, maar meter belangrijk. Dus we moeten dit ombouwen. Dus doen we dit maal 10 tot de min 9e en dan hebben we meters. En dan verdwijnt die nano. Want wat je hier ziet is hier, de letter N staat gewoon voor 10 tot de min 9e. Als die verdwijnt, dan komt hier 10 tot de min 9e te staan. Stel je voor dat ik hier nano wil zetten, dan gaat die 10 tot de min 9e weg. En dat heb ik net dus gedaan. Nou, de C hebben we nog. De lichtsnelheid 3 maal 10 tot de 8e meter per seconde. En we willen graag de frequentie berekenen. Nou, dit was de formule die we daarvoor gebruikten. Lambda is lichtsnelheid gedeeld door frequentie. Als we die invullen, lambda 9,0 maal 10 tot de min 9e, die staat daar, is 3 maal 10 tot de 8e, dat is de lichtsnelheid, gedeeld door de frequentie, moeten we deze ombouwen. En als je breuken een beetje kent, dan weet je dat je de onderste altijd kan omwisselen met het antwoord. Dat voorbeeld dat ik vaak gebruik, 6 gedeeld door 2 is 3. En 6 gedeeld door 3 is 2, dus 2 en 3 kun je als daar omwisselen. En dan krijg je, de frequentie is 3 maal 10 tot de 8e gedeeld door 9,0 maal 10 tot de min 9e. En ook hierbij heel belangrijk haakjes gebruiken, want anders gaat het fout. En het antwoord wat hier uitkomt is 3,3 maal 10 tot de 16e hertz. Dus dat is een hele grote frequentie. Op je rekenmachine staan hier ook geen nullen meer bij. Je krijgt echt 10 tot de 16e of 3,3E16. Dat staat voor 10 tot de 16e. Dus dat is een heel groot getal. Ik hoop dat het zo duidelijk is dat je nu weet hoe deze formule werkt. Dus hoe je de golflengte van geluid, maar ook van licht en straling kan berekenen. Dankjewel voor het kijken.